De burgemeester van Wassenaar, burgemeester Lene Ter Lange, zal vandaag videobellen gebruiken om de lintjes uit te reiken aan de gedecoreerden. Goedemorgen. En goedemorgen. Dag meneer Binnendijk. Hoe maakt u het? Ja, goed, burgemeester. Heel goed. Nou, wat prettig om u vandaag zo op deze manier te kunnen spreken. Hey, ik bel u op deze bijzondere manier, want ik heb straks eigenlijk wel heel erg leuk nieuws. Maar voordat we daartoe toe komen, op deze bijzondere dag, want ja, het is natuurlijk bijna Koningsdag. En dan mogen burgemeesters toch heel vaak mensen in het zonnetje zetten. En in dit geval wat mij betreft een oranje zonnetje. Ja, ik heb zo het een en ander meegekregen wat u allemaal heeft gedaan zo in uw leven. En dat is best heel erg indrukwekkend wat u allemaal voor de gemeenschap heeft gedaan. En, want u bent eigenlijk al heel jong begonnen, hè? Ook bij de Jongerenbond van de Agrariërs. En u heeft tal van bestuurlijke functies daar gehad. Ja, klopt. Oké. Okay. En wat bracht u er zo bij om dat al zo jong te gaan doen? Ja, wat bracht u bij? Ja. Ik vond het dat het een beetje van je gevraagd werd als je in de samenleving stond. Oké. Okay. Ja, dat is toch altijd wel heel erg leuk om ook op deze manier wat meer te horen van uw eigen verhaal. Hè, van waarom u zelf ook dit bent gaan doen. En als je dat allemaal zo bij elkaar neemt, dan kun je dit natuurlijk echt zien als iemand die al hele lange tijd zich heeft ingezet voor de samenleving en voor de gemeenschap. En dat allemaal vanuit vrijwillig, omdat u ook aangeeft, ik vond het belangrijk om dat te doen, om een steentje bij te dragen. En daarom heb ik eigenlijk ook ontzettend mooi nieuws op deze bijzondere dag, die ook wel bekend staat als de dag van de lintjesregen. Want meneer Abraham Binnendijk, ik mag u mededelen dat zijne majesteit de koning het heeft behaagd u te benoemen tot lid in de orde van Oranje Nassau. En daar wil ik u ontzettend mee feliciteren. Dank u wel. Dat is nogal wat. Goedemorgen, dag mevrouw De Berg. Hoe maakt u het? Ik maak het heel goed. Met een groot gezelschap om me heen. Nou, dat is heel prettig. Ja, hè? Ah. Ik weet niet wie dit is. Is Martien, toch? Martien? Ja? Martien van de Meiland? Ja. Sorry, meneer De Lange. Nee. Ze denkt dat u Martien Meiland bent. Nee, dat ben ik niet. Nee, mevrouw De Berg. Ik ben de burgemeester van Wassenaar. Nou, ik had u nog nooit ontmoet. Nee, ik u ook nog niet. Dus dat is ontzettend leuk om elkaar in ieder geval zo te spreken. Maar dat doe ik ook. Heb ik dit verdiend? Nou, dat ga ik u langzaam vertellen. Want ik heb zo eens even in het gesprek met u gehoord wat u allemaal voor de gemeenschap heeft betekend. Over al een hele lange periode. En dan bent u echt een van die supervrijwilligers die zich belangeloos inzet voor de gemeenschap. In Wassenaar, maar u heeft dat ook gedaan op Curaçao. En dat is heel bijzonder. En daarom ben ik u een bijzondere boodschap. Dat is namelijk de boodschap dat voor al deze verdiensten het zijne majesteit de koning heeft behaagd om u te benoemen tot lid in de orde van Oranje Nassau. Dat is een complete verrassing. Daar heb ik het echt niet om gedaan, oude burger, maar gewoon omdat ik dat leuk vond. Graag iets voor een ander wil doen. Ik voel me vereerd. Nou, dat is ontzettend mooi om te horen. En de reactie die u net gaf is voor mij een hele dikke onderstreping voor het feit dat u dit ontzettend verdient. Dat de tranen staan in mijn ogen. Kan ik u nou wat heb ik dat nou echt aan verdiend? Het was leuk. Dank u wel.
Burgemeester Leente Lange. Op Koningsdag worden normaal de lintjes uitgestrijd aan de gedecoreerden. Dit jaar gaat het compleet anders. Ja, dat klopt. Op afstand, via beeldbellen. Maar het is toch heel goed gelukt. Want ik vond het wel heel erg belangrijk dat de lintjesregen een feestelijke dag zou zijn. En ik heb een tweetal mensen toch een hele mooie mededeling mogen doen. Dat het Zijne Koninklijke Hoogheid heeft behaagd om een tweetal leden te benoemen in de lid van de Orde van Oranje Nassau. En dat leverde eigenlijk twee hele bijzondere beeldgesprekken op. Waar de mensen ook zelf invulling gaven in al dat werk wat ze in de afgelopen, en dit gaat over tientallen jaren, want meneer is 82 en mevrouw is 85, hebben ingezet voor de samenleving. En ze daarmee ook echt een ondersteuning gaven aan de belangeloos werk wat ze hebben gedaan. En dat ze dat eigenlijk heel erg normaal vinden. Mevrouw De Berg kan ontzettend goed breien. En die heeft nu 2170 truitjes gebreid voor de Oekraïne. Die werden ook in beeld vrolijk geshowt. En dat is voor de stichting Sputnik. Dat doet ze al jaren. Al 25 jaar zet ze zich daarvoor voor in. Dat is dus het mooie van die interactie die je hebt. Want ze is daar ontzettend trots op. Dus ik heb een hoop kleurige truien gezien. En die zullen binnenkort in Oekraïne rondlopen. Je merkt dat er was altijd even stilte. En dan komt er een moment van emotie. Maar het mooie vond ik, zij beschreef het ook zo van, ja, maar het is toch heel normaal wat ik heb gedaan. En dat vond ik zo'n mooie, pure reactie. En dat is voor mij het bewijs, en dat geldt voor beide gedecoreerden, dat ze het meer dan verdienen. Als je er ook zo in zit, hè, ik heb het niet gedaan om koninklijk onderscheiden te worden, maar ik heb het gewoon gedaan omdat ik het belangrijk vind om een bijdrage te leveren aan de samenleving. Ja, en dat lieten beide gedecoreerden vandaag ontzettend mooi zien. En mevrouw De Berg sprak dat ook nog heel mooi uit.